Hup, aanspannen, knoopje, hero maken en klaar is Kees. Sorry jongens, ik was heel even mijn schoen aan het strikken. Robbe, kijk je mee? Hé jij! Kijk niet, zo zuur, het is er tijd voor een oranje avontuur. Voetbal van Banjo, dat zie jij in de WK-show. Yo, de gasten, welkom bij een nieuwe WK-show uit mijn kamer. Ja, ik heb mijn hele kamer weer voor jullie verneukt. En vanuit mijn kamer gaan we vanaf nu weer de WK-show doen. We beginnen natuurlijk bij de vorige wedstrijd tegen Spanje. Het schijnt namelijk dat Durex, de condoomfabrikant, gigantisch veel geld heeft gekregen. Ik bedoel, Spanje is 5 keer in hun reet geneukt. Ah! Nee, maar jongens, vandaag wou ik eigenlijk helemaal geen WK-show doen. Ik wou gewoon de hele wedstrijd, boom, op YouTube zetten. Alleen toen werd ik gebeld door Google en Google zei tegen mij zo van, yo Bardo, dat kan je niet uploaden, want die wedstrijd is gewoon pure verkrachting. Ah! Oké, dat waren de grappen over hoe hard we Spanje hebben geneukt. Maar we horen natuurlijk te hebben over Robin van Persie, als hij er niet vandoor was gevlogen. Oh, kijk, Robin vliegen. Ik denk serieus dat iedereen alle plaatjes van Robin van Persie al heeft gezien, dus ik ga die niet laten zien. Want nee jongens, ik zag bijvoorbeeld deze foto van Robin en Casillas en oh mijn god, zie je Robin? En geloof me, ik lag Spanje en met name Casillas heel graag uit als een soort revanche van 2010. Totdat ik deze foto zag. In 2010 troostte Casillas Robben en nu in 2014 troostte Robben Casillas. En sowieso voor alle Spanjaarden die deze video zien. Jongens, meedoen is belangrijker dan winnen. Wie gelooft dat nou? Dit is natuurlijk ook maar mijn mening. Vanavond spelen we tegen Australië. En ik was heel erg benieuwd, wat weet de man op straat van Australië? De man op straat. Hallo mensen van Banjo Movies, ik ben Rick van Serpent Gameplay en ik ben hier weer om verslag te doen van wat mensen weten van het voetbalelftal van Australië. Het gaat weer hilarisch worden. Welk van deze twee mensen is een voetballer voor het Australische elftal? Wie? Ja, toch Iron Man? Ja, links. Ja? Nee, ik heb geen idee. Weet jij het? Ik bedoel, hij is fucking bekend met Iron Man. Ja, dan weet ik van wie dat is. Iron Man. Wie? Iron Man. Iron Man, oh ja, 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 van de film. Ja, ik weet niet, misschien geen van beide kan ook. Ik denk die. Ja, toch wel? Hoe heet die? Iron Man. Kom, kom, ik wil je wat vragen. Noem een dier uit Australië. Een dier, een kangaroo. Kangaroo. Kangaroo? Ja, kom, kom maar, Mewtje. Kan je ons uitleggen wat buitenspel is? Nee, sorry, ik ben Duitse. Ik heb geen idee, sorry. Buiten de speler van de tegenoverspelende partij staat. Buitenspel is als er twee spelers in plaats van voor achter de bal of zoiets in die geest. Ongeveer. Ben je ja. Al voor Nederland of ben je ook voor Duitsland? Duitsland. Oké, okay, ga dan maar weg. Ja jongens, dat was de man op straat en er was nog één ander land wat ruim heeft gewonnen van een groot land. Namelijk Duitsland, die won met 4-0 van Portugal. En laten we eerlijk wezen, het zat Cristiano Ronaldo gewoon niet mee. Hij schoot die bal een paar keer in de muur. Of ja, in de muur, wat zeg ik? Ik bedoel, kijk naar deze beelden. Kijk eens, heel goed de vrije trap en er staat maar één iemand in de muur. Dat zeg ik met name omdat Cristiano Ronaldo er bekend op staat dat hij zijn haar een keer verwisseld had tijdens de rust. Wij Nederlanders hebben het heel mooi getroffen. Ik bedoel, kijk naar Arjen Robben, kijk! Zijn haar zit altijd perfect. Oké, jongens, en misschien denken jullie er wel bij jezelf. Bardo, vanavond speelt Nederland tegen Australië en jij draagt wat geels. Ben jij voor Australië? Nou, nee, ik ben voor Colombia. Vanwege dat, die grote, grote voetbalsterren. En een andere reden om geel te dragen is al dit. Kijk dan, die Braziliaanse speler die strikt de veter van zo'n klein jongetje aan het begin van een wedstrijd. En dat jongetje loopt op krukken, waardoor de foto nog iets zieliger wordt, waardoor je het nog leuker vindt. Goed, hè? Maar nu we het hebben over goede buitenlandse teams wil ik het hebben over Japan, want het Japanse elftal, toen hun verloren, liepen naar de spelers en hun boden hun excuses aan. En alsof dat nog niet cool genoeg was van Japan, hebben vervolgens alle fans van Japan, alle supporters van Japan, het stadion opgeruimd. Met z'n allen gingen zij dus al het vuilnis in vuilniszakken doen, zodat de Brazilianen het niet hoefden op te ruimen. Serieus, dus die supporters van Japan, die zijn pittig, pittig fucking awesome. Ik bedoel, kijk naar ze. Oké, weet je wat? Laat maar, dit is weer genoeg Japan voor vandaag. Ik ben te ver doorgegaan. Maar wij moeten nog maar twee wedstrijden in de pool tegen Australië en Chili en dan zijn wij door. Maar voordat we Chili gaan verslaan, verslaan we eerst Australië en ik was heel benieuwd, wat zou het voetbalspel FIFA zeggen? Wie gaat er winnen volgens FIFA? Wat zegt FIFA? Als jij hiermee wint, met dit land... Nee, maar Australië is best wel 4 sterren of zo, toch niet? Australië? Nee, dat is kut man. Dat is echt een van de slechtste landen in de pool. Oké. Dat je gewoon zeg maar met mij... Nee! Oh, het eerste schot is gelost, hè? Ja, het is zo ontzettend. Shots be fired. Nee, okay. Doei! Ah! Oh, jongen. Bijna een eigen goal. Oh, man. Lekker verbazen. Tegen Spanje stond het nu al 4-4 of zo, hè? Ja, dat is waar. Doei! Serieus, ja, dit is hem, hoor. Vaarwel, Yuri!
keeper, please. En het is 1-0 voor Nederland. Bam! Later! Later! Nee! Ho! Hoer! Ja! Wat? What the fuck is mis met mijn verdediging? La la la, doe jij maar. Rekening, dat was een mooie. Oh, wow, 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 wow. Nee. Hoe doet hij het, hè? Ja, en nu? Lekker op. Gaat hij op de counter nu even knallen? Zij toch lekker op? Dit is toch vies. Doe je dat, bitch. Ja, en nu? Nee! Nee! Bam! Laatste minuut ook! Bam! B-hole, man, ik haat je. Ik weet niet wie je bent. Ja, jongens, sorry dat ik het heb verneukt. Australië gaat winnen volgens het voetbalspel FIFA. Maar jullie kunnen wel zeggen dat ik het heb verneukt, maar jullie hebben het ook met z'n allen verneukt. Kijk naar deze reacties. Al deze reacties zijn voorspellingen van jullie wie er gaat winnen, Nederland of Spanje. En jullie zitten me er een partij naast. Nu doe ik heel erg alsof ik het wel goed had, maar ik zat er ook belachelijk ver naast. Ik zei namelijk 1-1. Maar ik ben zo iemand, ik heb altijd vertrouwen in jullie. Dus via Twitter heb ik jullie mijn toto in laten vullen en van de drie wedstrijden hadden jullie er maar één goed. En dat grapje kostte mij 5 euro. Dus volg me vooral op Twitter, want wie weet vullen wij samen aankomende week alweer een totopapiertje in. En alles wat we tot nu toe hebben besproken is natuurlijk mijn visie. Maar wij hebben natuurlijk ook een andere visie en dat is de visie van de bankhangers. De visie van de bankhangers. Ah, weet je, Bardo, ik ben er klaar voor. Ah, goed om te horen, jongen, ik ook. Wat heb je allemaal bij je? Ik heb pinda's bij me. Chill, want ik heb cocktailsnacks. Ik heb een kat. Ik heb een paar biertjes bij me. Ik heb een kaars. Je hebt een kaars bij je? De, voor de sfeer. Ah, goeie. Ik heb ook nog dipsaus bij me. Maar we hebben maar geen chips. Jammer. En ik heb een goede sfeer bij me! Ah, lekker jongen. We gaan goed juichen voor Nederland. Ja! Australië! Oké, wacht even. Waarom juich je voor Australië? Wij zijn Nederlanders. Ja, 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 maar hoe eerder we eruit liggen, hoe beter. Kom op, Thomas, het is een kikkerlandje zoals wij wat het WK leuk maakt. Je hebt Nederlanders nodig. Ik bedoel, minder Marokkanen, meer dit, minder dat. Bezuinigen daar. Maar wij Nederlanders, wij bezuinigen niet met voetbal. Daar worden wij altijd beter. En dat maakt mij trots. Ja, 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 ik heb hier één simpel antwoord op. Australië! Woe! Kom op, Thomas! Waarom juich je niet gewoon voor Nederland? Omdat ik niet geassocieerd wil worden met Roy Donders, Britt Dekkers en de toppers. Wat, dat klopt helemaal! Wauw, goed punt trouwens. Maar waarom juich je dan niet voor een gelijk spel? Nee, 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 nee. Want je weet dat als een land een WK wint, dan worden er heel veel baby's geboren in dat land. Ja. En waar staat Australië bekend om? Weet ik veel. Kangeroes? Ja, precies! Dus als Australië... Kankermoes. Sterven alle kangeroes uit? Als je niet juicht voor Australië, dan ben je gewoon een dierenbul. Oh mijn god, hup Australië! Kom op jongen, Australië! Die kaars! Die kaars is fucking yeah! Sweet. You rock! Yeah. Alfred, hup medium. En vanaf de bankhangers is het weer tijd voor onze afsluiter, namelijk Alfred de Steen, hup medium van onze WK-show. Vorige week voorspelde hij Spanje. Ik ben heel benieuwd wie hij deze week gaat voorspellen. Dat gaan wij uitvinden door middel van een schommel. En wat we gaan doen is heel simpel. We leggen Alfred op de schommel en we gooien hem naar voren. En als hij deze schaal kapot maakt, wint Australië. Dit is gelijk spel en deze, dat is natuurlijk Nederland. Laten we hopen dat Nederland wint. Alfred, Alfred, Alfred. Hebben we de zin in? Alfred! Oké! 3, 2, 1! Oh, dat ging kut! Go! Oh! Kut, sorry! Alfred! Kut, Alfred! Niet op mij! Alfred, Alfred! Oh! Nee! Op mijn keertje! Bedankt! God allemachtig! Australië heeft gewonnen! Dit zijn dus even mijn vrienden, hè? Die juichen dat Australië hier al heeft gewonnen, voor de duidelijkheid. Bedankt voor het kijken naar deze WK-show. Blijf vooral kijken, want zometeen gaan al jouw favoriete YouTubers, net als Alfred, de wedstrijd voorspellen. En jullie zijn een paar wauzen. Latertje. Nederland-Australië wordt 10-0 voor Nederland. Maar Australië, die heeft veel kangaroes in het team. En namelijk 11. En geen mensen. Je kunt wel niet voetballen.
Die kan alleen een beetje kangaroeën en didgeridoo'en. Australië wordt nog spannend. Dat wordt denk ik 1-0. Dus ik denk dat we wel winnen van Australië met 3-1. Na de geweldige wedstrijd van afgelopen week tegen Spanje, 5-1 van Nederland, denk ik dat het vanavond wat moeilijk gaat worden voor Nederland. Maar uiteindelijk komt alles wel weer goed, dan denk ik dat wij toch gaan winnen. En laten we zeggen 2-1 voor Nederland.